Ja, je zou het kunnen zien als de laatste stap richting volwassenheid. Almere is een van de jongste steden van het land, een van de snelst groeiende ook. En zondag kan de lokale voetbalclub geschiedenis schrijven door te promoveren naar de Eredivisie. Ja, en Jurgen Rijman, dat is toch best een ding, lijkt mij, in Almere. Almere City, wat dan toetreedt tot de Eredivisie. Tot de Eredivisie, dat is iets wat voor de stad natuurlijk een behoorlijk opsteker is, maar ook voor het team. Laten we eerlijk zijn, ik bedoel, de jongens die hebben er hard voor gewerkt. Als je ook kijkt naar het niveau waarop Almere City de laatste tijd heeft gepresteerd, het is fantastisch. We zien hier de maker van 2 doelpunten laatst tegen Emmen. Die heeft vervolgens waar we nu voor staan, Duivestein. Dus we zijn gewoon goed bezig. We hebben de beste keeper van Nederland. Ik denk dat Ronald Koeman moet komen kijken. Want Nordin Bakker die hoort gewoon in oranje te zijn. Die is echt de penalty killer, waanzinnige keeper. En we verdienen het gewoon. Almere verdient het. En ik denk dat als we nou eenmaal ook in de Eredivisie zijn, dat er meer mensen uit Nederland eindelijk naar Almere zullen komen om een goed oordeel over de stad te vellen. En niet vanuit hun computer op basis van andere meningen te zeggen dat het geen mooie stad is. Nee, want over Almere gesproken, mensen hebben denk ik toch... dus dat is een stad waar veel mensen een mening over hebben, zou je kunnen zeggen. Het is een plek die, kleine 50 jaar geleden... Uit het water. Wij wonen op het water. Ik zeg altijd gekscherend, Christus liep op het water. In Almere wonen we op het water. Dus In die 50 jaar is het dus niet helemaal gelukt om alle mensen een goed beeld te krijgen van Almere. Even kijken. Nee. Kijk maar. Ik weet dat het in de polder ligt ergens, maar ja, verder ook niet. Almere buiten, Almere haven, Almere muziekwijk. Maar daar houdt het eigenlijk mee op. Nooit geweest, nooit gedacht van ik ga daarheen. Dat het misschien nieuw is, dat het geen oude kern heeft. Ik weet dat het in Flevoland ligt volgens mij. Nou, een mooi station en een mooi winkelcentrum. Maar voor de rest zou ik er niet willen wonen. Niet zo populair nog in Nederland. Misschien wel underrated. Voor salsafeestjes. Dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk bij Almere. Maar verder, nee. Ik hoor wel vaak mensen zeggen dat ze er niet willen wonen. Ja, met gevaar voor eigen leven ga ik toch een beetje outen wat Peter Weininga hier net tijdens het filmpje zei. Wel eens geweest? Ik ben er nooit geweest. Je bent ook rijd naar Bergen? Ik rijd er langs als ik naar Friesland ga, ja, klopt. En wat voor beeld heb je dan van Almere? Eigenlijk een vrij neutraal beeld. Oké. Dat is dan op zich wel oké, want veel mensen hoor je dus die er nooit zijn geweest. Strategieën, dat je zo'n strategisch liggende stad nooit bezocht hebt, dat vind ik wel raar. Maar kom een keer langs, ik breng je graag, reed ik je rond door Almere om te laten zien hoe mooi onze wijken zijn. Ja, maar hoe kan het nou dat het zo'n stad is waar veel van die vooroordelen over bestaan? Want dit hoor je toch wel vaak, hè? Mensen die zeggen, ja, ik wil er niet doodgevonden worden. Het is toch, ja, ik wil aan al die mensen die er niet doodgevonden willen worden, vraag ik ook beleefd om niet naar Almere te komen. Want we willen geen chagrijnige lijken op straat. Dus ga ergens anders dood, alsjeblieft. Maar ik denk dat het gewoon te maken heeft dat er in het nieuws af en toe dingen zijn gezegd. Omdat mensen meningen. En in Nederland praten we elkaar graag na. Zonder dat we het zelf hebben ervaren. Ja, dus, maar toch kende Almere ook het afgelopen jaar een flink dieptepunt, zou je kunnen zeggen. Met de Floriade, dat enorm op de spuigaten uitliep qua kosten. Denk je dat dat tegenvallende Floriade ook iets heeft gedaan aan het imago van Almere? Dat dat niet meehelpt? Nou, we hebben laten zien in Almere dat wij als kleine jonge stad in Nederland hebben gewezen op het feit dat zo'n megalomaan project eigenlijk niet meer van deze tijd is. En wij zijn ook de laatste die de Floriade ooit gepresenteerd hebben. Hierna weten we nu, na het debakel van Venlo en na Almere, dat we het gewoon nooit meer moeten doen. Dus wij hebben ons gemeentegeld opgeofferd om Nederland een keer wijs te maken. Van dat we andere projecten moeten ondernemen. Zo zijn we ook in Almere. Ja, en dan mag je nu nog even zeggen wat er dan wel leuk is aan Almere. Wat er leuk is aan Almere, ik vind dat Almere niet alleen strategisch ligt. Je zit overal anderhalf uur, kan je heel Nederland bereiken. Je hebt de A1, de A27, de A6, die je overal naartoe kunnen brengen in Nederland. Het is een stad waar je voor elk wat wils hebt, echt waar. Je hebt in elke wijk heb je verschillende soorten architecturen waar iedereen iets moois kan vinden om te wonen. Als je nou megalomaan echt wil wonen op een landgoed, of als je gewoon lekker in de rijtjeshuis of in een tiny housing, het kan allemaal in Almere. Het kan allemaal in Almere. Straks hebben ze dus misschien ook wel een voetbalclub die in de Eredivisie speelt. Nee, ze gaan dus winnen. Straks hebben we een. Geen twijfel over mogelijk. Geen twijfel over mogelijk. Oké, nou dan dank ik jou zeer, want jij wilt natuurlijk zo graag terug naar Almere dat je nu er van tussen gaat. Ja, sorry, dus... ik kan niet te lang in Hilversum blijven. Nee, ik doe mijn best. Oké, nou dank dat je er was. Dan wij gaan.